Je moet gewoon het antwoord roepen. Nee, dat zijn niet de regels. Ja, ik ben, ja, ik weet het gewoon. Oké, vanaf nu ga ik het antwoord zeggen. Prima, doe het zo. Derde wiel. Als er één relatie stormachtig was, dan was het die van Bart en Lot. Daarom ga ik, Carmen, de nieuwe liefde van Bart, deze quiz doen over liefde en relatie. Oké, let's go. Hoe kwam Lot achter het geheim van Bart? Welk geheim? Ja, er zijn er zoveel. Er zijn er echt veel, ja. Nou ja, het geheim denk ik, dat is Anke, het Anke-verhaal. Dat heeft Just, Alex verteld. Dat er wel iets was gebeurd. Toch? Ja. Yes, point for me. Ja. Volgende vraag. Waarover ruzieën Bart en Lot gedurende 3 seizoenen? Ik denk dat ik er wel 8 weet. Oké, dan weet ik er 9. Oké, ga voor 9. We gaan voor 9. Ga maar voor 9. Let's go. Vreemd gaan. Anke. Vreemd gaan in general. Anke. Hetzelfde. Nee. Oké, jaloezie. Vreemd gaan. Kinderen. Ik kan ook gewoon de 7 doodzonden opnoemen. Huishouden. Ja, het is allemaal één ding. Ja, maar ja, het is allemaal. It adds up to the problems. De auto. Het gebruik van de auto hebben we ruzie over gemaakt. Ja, zeker. Het huis. De verkoop van het huis. Seks hebben we ruzie over gehad. En Mike. Mayo Mike. Huh? Mayo Mike. Dat waren 9. Heb je geteld? Gefeliciteerd. Dit waren 9. Oké, volgende vraag. Waarom wilde Nora haar nieuwe vriend niet voorstellen aan de groep? Ja. Dat hij te oud is? Nee. Nu zeg je dus het antwoord, terwijl ik nu een punt krijg. Punt 3 voor Lot. Volgende vraag. Wie is de nieuwe vriend van Saar in seizoen 3? Ja, het is niet Alex namelijk. Alex Hendricks, die speelde Adam. Ik weet het. Maar je hebt ja gezegd, dus... Nee, we doen niet aan puntenaftrek. Go. Ja, maar. Oh ja, volgens mij heet die Kobus. Het antwoord is... Die was er niet. Wow! Dat is niet helemaal waar, want hij is er wel degelijk. Het is namelijk Steve de Bot. Hij wordt nooit de naam genoemd. Wacht, was het een vriend of was het een scharrel? Snap je? Volgende vraag. Hoe heet de nieuwe vriendin van Vera's? Ja. Sam! Nou, doe je het weer. Ja, je kan wel ja zeggen, maar ik zeg gewoon het antwoord. Nee, dat zijn de regels van het spel. Fuck de regels, er zijn geen regels. Sam is goed, punt voor mij. Volgende. Heerlijk. Je moet gewoon het antwoord roepen. Nee, dat zijn niet de regels. Ja, ik ben, ja, ik weet het gewoon. Oké, vanaf nu ga ik het antwoord zeggen. Prima, doe het zo. Derde wiel. 3-1, let's go. Volgende vraag. Waarom ging Lot vreemd met Mayo Mike? Omdat hij haar liefde gaf. Bart ook vreemd ging. Het was wraak. Nee, was niet zo. Liefde. Dat was liefde. Eindelijk, waardering. Dus wat zei jij? Eindelijk. Beetje. Ja, en jij? Ik zeg rebound, wraak. Nee. Het antwoord is... Ruzie met Bart. Wat? Nee, sorry, nee. Snap je? Oké, volgende. De eerste keer dat je bij hem sliep was wel met je boos volgens mij. Toen ging je boos naar hem toe, belde je aan. Ja, maar de liefde zat er daarvoor. Fuck de liefde. 4-1. Volgende vraag. Ik kan niet quizmaster en jury zijn tegelijk. Hebben Elias en Alex een open relatie? Nee! Ja! Je hebt geen open relatie als je afspreekt dat je seks met een derde mag hebben, mits de ander erbij is. Maar dat doen ze toch niet altijd? Nee, en daarom hebben ze daar ruzie over. En dit weet ik eigenlijk niet. Dus ja, die scène heb ik toevallig vorige week geschreven. Oh. Oké. Gaan ze wandelen op de heide. En dan jij mag dit puntje. Ja. Vooralsnog alleen trio's. Precies. Dus, mits de ander erbij is. Dus, dat is geen open relatie. Ja. Oké, volgende vraag. Wie was de scharrel van Bart in seizoen 3? De dochter van Ed, Claire. Claire! Fuck, ik spuugde. Ik was eerder ook. En je tufte, dus dan telt het niet. Wat je zegt. 4-3 voor Leo. Ja, dat klopt. Claire, dat is het. Ja. Hoe kennen Bart en Carmen elkaar? Een dating app? Ik weet het niet. Dit moeten jullie eigenlijk weten. Ja, ik ben quizmaster, dus jij moet het antwoord. Ik weet niet of dat überhaupt wordt gezegd. Het is volgens mij niet bekend. Nee. Is Bart vreemd gegaan? We were on a break! Het was al uit en toen ging hij vreemd. Maar jij kan ook emotioneel vreemd gaan en dat is ook heel erg. Dit wordt heel spannend, want we staan gelijk. De finale vraag. In welke volgorde had Pieter relaties? Ik ga een poging wagen. Ik bedoel vinger. Ja, ik bedoel, dit is check niet eerlijk. Hij heeft geschreven. Ik ga... Ja. Nee, maar niet één. Kom maar. Niet seizoen 1. Niet meer nadenken doen. Marieke. De moeder van zijn zoon. Dan Noor tussen haakjes. Babs. Saar. Babs. Saar. Oh, sorry! Is het goed? En toen ging het uit en toen nog een keer Saar. Het was goed. Maar die tussen haakjes Noor, dat, ja, ik ben blij dat je tussen haakjes zijn, want anders had je verloren. Nee. Alright, we hebben een winnaar! Lykele Mis! Bedankt voor de game. Wat gaan we nu doen? 30 eens kijken, toch? 30 eens kijken. BNNVARA, NPO Start.